Ik ben Ellen Peters, ik ben leerkracht chemie en ik heb het voorrecht dat ik het vak chemie mag geven aan de leerlingen van de richting chemie. Dus zij delen passie voor chemie en voor wetenschappen met mij. Techniek wetenschappen is een wetenschappelijke, technische opleiding waar de nadruk ligt op de wetenschapsvakken, dus op chemie, fysica, biologie en wiskunde is daar ook wel heel belangrijk. Naast een theoretische basisvorming krijgen de leerlingen in de richting techniek wetenschappen ook een heleboel uren praktijk in het labo, dus in het labo chemie en in het labo fysica. Dus de richting is heel praktisch gericht. Je gaat vooral die theoretische kennis ook toepassen in de praktijk. Of eerder andersom eigenlijk, je start met een experiment en probeert daar dan door waar te nemen, een conclusie te trekken en een theorie te testen. De leerlingen die bij ons starten in de tweede graad in de richting techniek wetenschappen, die stromen meestal door naar de richting chemie in de derde graad. Dus een logische overgang eigenlijk, want het zijn beide sterk wetenschappelijke richtingen. Die richting chemie, daar ligt de nadruk ook op de wetenschapsvakken. Naast toegepaste chemie komt daar ook fysica, biologie aan bod en ook wiskunde is eigenlijk heel belangrijk. En aan het einde van het zesde jaar chemie doen de leerlingen een stage van 2 weken in een labo, in een bedrijf. Dat kan een voedingsbedrijf zijn, een brouwerij, een petrochemisch bedrijf. Ik vind het een hele leuke school, fijne collega's, fijne leerlingen en ik denk dat de drempel tussen de leerlingen en de leerkrachten hier redelijk laag is. Dus we zijn allemaal heel aanspreekbaar. Leerlingen durven ook echt als ze met een probleem zitten of met een vraag zitten, durven ze die ook stellen aan ons en we proberen die dan zo goed mogelijk verder te helpen.